Wat zijn voor u belangrijke dingen? Waar maakt u zich zorgen over? Nou, ze zijn bij ons bezig met buitengewoon beter. En waar heel veel mensen zich zorgen om maken is... Kijk, bij ons in de wijk, er zijn straten, er is 40 jaar niks aan gedaan. En nou, als je er overheen rijdt met een auto of met een scootmobiel of met een rolstoel of loopt... Ja, de gaten die zitten in de wegen op sommige plekken. En ja, dat is met name een punt waar veel mensen iets van hebben van... kijk, dat je het misschien niet op een luxe manier oplost, prima. Maar hou het dan eenvoudig, maar knap het wel op, doe er wat aan. Want ja, er zijn plekken, nou, je breekt af en toe je nek op straat op sommige punten... Dat het gewoon echt ja, 40 jaar niks aan gedaan. En dat is gewoon te zien. En het zou echt zonde zijn als je een gedeelte van de wijk doet. En dat je dan gaat zeggen, ja, nou hebben we geen geld meer. En de rest doen we niet. Want er is de afgelopen jaren heel veel geld gestoken. Hè? Prinsengraven is een krachtwijk. Dus daar is rijksgeld ook naartoe gegaan. Kan je dat in de wijk terugzien? In de zin dat mensen dat ook ervaren dat die wijk vooruit is gegaan? Nou, ik kan een heel mooi voorbeeld geven. Op de Honigramp is een klein winkelcentrumpje. Daar zit een Aldi, een bakker, een slager. En nou, dat plein daar was ook jarenlang niks aan gedaan. En nou, ze hebben het opgeknapt. Het is echt fantastisch geworden. Helemaal opnieuw betegeld. En er zijn bloembakken gekomen. Andere fietsenrekken. En nou, de buurt spreekt alleen maar lof over hoe het geworden is. Dus dat soort voorbeelden zien de mensen ook echt wel. Dus verbeteringen zien we zeker in de wijk. Oké. U zei net al even, meneer Van Duren, van ja, Prinsengraven West wordt nog mooier dan Prinsengraven Oost. Wat is er in uw deel van de wijk nodig? Nou, het voorstel ligt er buitengewoon beter uit te voeren. Alleen het probleem is nou de financiële middelen en de bezuinigingen. En de bezuinigingen dat dus de BGB niet uitgevoerd gaat worden. Misschien in fases, maar na 30 jaar is het wel wenselijk dat dat... Wat ziet u om zich heen? Waarom is dat zo hard nodig? Verloedering van de wijk. Ze zijn Prinsengraven West helemaal aan het opknappen. Je ziet het gewoon helemaal opbloeden, bloeien. En als je dan ziet Prinsengraven Oost, daar ligt even niet de nadruk op. Maar je moet dus wel oppassen dat de mensen die van west naar oost zijn gegaan... dat die ook de nodige aandacht krijgen, ook het sociaal gebeuren. Maar en dan wordt het vaak zo ervaren dat het verloedert, maar kunt u dat ook echt staven? Is het zo dat u, zit er hangjongeren in uw buurt, liggen de straten over, waar moet ik aan denken? Nou, het leuke is, als je de wijkplatform ziet die zich meer dan 100% inzetten, als je ziet hoe de burgers zich momenteel inzetten, die zien dingen groeien in hun eigen wijk, zetten zich er nu ook voor in. En als je dan de participatie ziet, dan denk ik bij mij, nou, als heel Arnhem zo zou werken, dan zou Arnhem een prachtstad worden. En daarom is het zo zonde als er nu extra bezuinigd wordt op die dingen die echt noodzakelijk zijn, wat eigenlijk al in het vat zat. Oké, want u zegt eigenlijk, er is een goede ontwikkeling in gang gezet en het zou zonde zijn om die nu te onderbreken. Ja, dat ben ik met hem eens, want je ziet gewoon de verbeteringen in de wijk, het knapt ervan op. En oké, misschien laat ik het zo zeggen, het hoeft niet op een hele luxe manier opgelost te worden, als het maar opgeknapt wordt. Al knap je het maar op een wat eenvoudigere manier op. Maar dat in ieder geval, ja, dat de wegen beter worden, de stoepen beter worden en... Als dat maar een beetje voor elkaar is, dan dat knapt een wijk al heel erg. En uw grootste zorg is eigenlijk, dat is nu ingezet, wat gebeurt er als het Rijksgeld straks wegvalt? Wat zit er dan in het vat van de gemeente? Of juist niet, hè, eigenlijk vooral. Oké, helder. Hoe zit dat in Elderveld? Want hier is de zorg dus vooral ook de openbare ruimte, hè, hoe het eruit ziet. Waar maakt u zich in Elderveld zorgen over? Het is een x-aantal jaren geleden in Elderveld ook zo geweest dat er bezuinigd werd op het groen en het onderhoud. En toen zag je die wijk ook langzaam afglijden. Er werd door de bewoners zelf ook geen aandacht meer besteed aan hun tuintjes. Maar nu dat de boel weer is opgeknapt, krijg je ook weer zelf het gevoel van ik woon in een mooie wijk. Dus ik zorg ook dat mijn eigen voortuin er fatsoenlijk uitziet. En dat is mijn grootste zorg. Als ze daar weer op gaan bezuinigen, dat we dadelijk weer langzaam richting... verloedering gaan. En dat is wel iets waar ik me echt zorgen om maak.
En dan zegt u eigenlijk, we hebben dat zetje van de gemeente om daarin te investeren, dat hebben we nodig om zelf als bewoners ook het gevoel te hebben, we hebben iets om voor te vechten. Absoluut. Waar maakt u zich zorgen over? Nou, ik heb ook aandacht gegeven in het filmpje aan het groen en het grijs. Wij hebben het BGB-project gehad. En dat was natuurlijk bedoeld om achterstallig onderhoud weg te werken. En het onderhoud op een basisniveau te brengen, maar met de inzet om dat ook daar te houden. Nu is de conclusie als bezuinigingen doorgevoerd worden, dat dat niet meer haalbaar zal zijn. Dus dan weet je al automatisch dat je weer terug gaat zakken naar een bedenkelijk niveau. Dat is natuurlijk ook kapitaalvernietiging wat betreft de investeringen die in het BGB-project gedaan zijn. Dus dat is enerzijds. Anderzijds ook bijvoorbeeld de bezuinigingen die mogelijk gepleegd gaan worden op wijkverenigingen. Toch een grote bindende factor in de wijk en animator van veel activiteit. U bent zelf lid van die wijkvereniging, zit in het bestuur volgens mij. Ja, dat klopt. En dan ben je toch natuurlijk afhankelijk ook van subsidie om een wijkkrant uit te brengen. En zodra die subsidie wegvalt, dan heb je gewoon een probleem. Maar dat is wel een interessante vraag, want eigenlijk zo'n wijkvereniging wordt door en voor bewoners georganiseerd. Waarom moet daar geld van de gemeente bij? Ja, waarom? Kijk, als je een wijkkrant wilt uitgeven en dat kost bijvoorbeeld 12.000 euro per jaar, je hebt wel inkomsten uit advertenties, maar dat dekt niet de kosten. Dus wil je gewoon toch een goede wijkkrant uitgeven, dan zal daar toch natuurlijk subsidie bij moeten. Kijk, anders kun je die niet meer 6 keer per jaar uitgeven. Wat doet die wijkvereniging nog meer? Want het gaat over de wijkkrant. Waar gaat het nog meer om? Nou, de wijkvereniging heeft het hele jaar door een heel programma. Vieringen van Koninginnedag, een wijkdag. Dat is natuurlijk ook voor kinderen en volwassenen. Concerten die georganiseerd worden. Een kerstmarkt, een kerstboomverbranding. En we hebben een heel compleet cursuspakket, dus dat je probeert echt de mensen wat te bieden in de wijk. Want u bent beide actief, hè, in die wijk. Heeft u nou het beeld dat mensen in Elderveld wakker liggen van die bezuinigingen die structureel op moeten lopen naar 25 miljoen euro per jaar? Dat gaat om veel geld, alles bij elkaar. Leeft dat in Elderveld? Ik denk niet bij de mensen persoonlijk. Iedereen denkt van mijn tijd wel duren of het gaat waarschijnlijk toch allemaal weer om grote dingen waar we geen invloed op hebben. Ze gaan pas mopperen als ze zien dat het ze persoonlijk treft. Zo werkt dat. En wat zijn de dingen, want u noemt het groen, u noemt de wijkvereniging, wat zijn de dingen van u denkt van nou dat gaat mensen persoonlijk treffen als ze niet oppassen? Als er op de zorg zou worden beknibbeld, dat sowieso, stel dat onze huisartsenpost weg zou gaan. We hebben in de wijk al niet eens meer een bank, dus dat soort dingen, dat treft mensen, dat treft vooral ouderen. Als het om voorzieningen gaat. Ja. Herkent u dat beeld? Dat u denkt van nou, mensen zijn er zich nog niet zo van bewust wat er op ze afkomt? Ja, de directe dingen voel je natuurlijk als eerste ook als burger en al minder geïnteresseerde bewoner bijvoorbeeld. Maar ze gaan het natuurlijk zeker merken, ook als andere bezuinigingen doorgevoerd worden, die ik zojuist noemde op de wijkvereniging of ook op het groen en het grijs. Dat sluipt er natuurlijk in. Dat is niet van vandaag op morgen dat je dat merkt, maar geleidelijk aan. Hè, als het niveau omlaag gaat, ga je dat zeer zeker merken. En zeker in een wijk als Elderveld, waar zoveel groenstroken zijn en dus ook zoveel onderhoud nodig is. Oké, gaan we even naar Presikhaaf met uw welbevinden. Want u noemde net vooral de openbare ruimte. Hè, de straten, hoe de stoepen erbij liggen, dat soort dingen. Wat zijn andere punten waar Presikhaaf zich zorgen over moet gaan maken wat u betreft? Ik denk de bezuinigingen in de zorg en de bezuinigingen in het sociale jeugdwerk, dat is heel belangrijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op dat laatste vlak in Presikhaaf? Nou, er zijn een heleboel organisaties die zich met de jeugd bezighouden. Organisatie PUSH, die houden de jeugd van de straat af, motiveren de jeugd om mee te denken, mee te werken aan een mooi stukje Presikhaaf. En ik denk als dat wegvalt, dan vallen we, dan ga ik even weer naar de woorden van die mevrouw, alle investeringen die tot tweede gedaan zijn, die is eigenlijk in de Rijn gegooid, want dan heb je er niks meer aan. Oké. Hoe beginnen? Herkenbaar? Ja, zeker. Kijk, de jeugdzorg die is gewoon belangrijk voor de wijk. Zonder jeugd heb je geen toekomst, zeggen ze wel eens, dus daar moet je zeker aan denken. Ik bedoel,
Kijk, je kan niet zeggen van tegen de jeugd van nou ja, zoek het maar uit. Want dan gaan ze rotzooi schoppen. En dan slopen ze de hele boel. En dan ben je verder van huis, lijkt mij. Oké, we hoorden het net in het filmpje ook zeggen. En wat eigenlijk nog het belangrijkste is binnen Arnhem, hebben we Rijnstad en hebben we de opbouwwerkers. En binnen Presikhaaf is de laatste 4-5 jaar ontzettend hard aan de weg getimmerd. En als ze op de opbouwwerkers gaan bezuinigen, dan heeft Presikhaaf echt een probleem. Want dat is eigenlijk de as van de hele organisatie binnen Presikhaaf. Dat wou ik toch wel even onder de aandacht hebben. En volgens mij is dat voor u... meneer Pettersen, komt u er even bij staan. Misschien wel het makkelijkst. Het is bijna een soort bruggetje, want u bent opbouwwerker en u werkt namens Rijnstad in Presikhaaf. U heeft dit er helaas gehoord en u bent een professional in het welzijnsdomein, om het zo maar even te zeggen. Is dat beeld herkenbaar wat nu geschetst wordt en waar zou uw appel vooral liggen? Nou, dat beeld is heel herkenbaar. Ik denk dat de bewoners heel goed de wijk kennen en dan ook heel goed aan kunnen geven waar het gaat knellen. Waar ik me nog wel heel erg zorgen maak, even voor Presikhaaf West. Grote groepen met hele lage inkomens. En daar zie ik heel veel, als die bezuinigingen doorgaan, voor die groepen. Ja, dat betekent dat zij nog minder kunnen gaan deelnemen aan de samenleving. En dat geldt voor het hele gezin. Hè. Dat geldt voor de vrouwen die bij wijze van spreken activiteiten of taalkursen deel kunnen nemen. Maar dat geldt ook voor kinderen die deel kunnen nemen aan de sportclub of de naschoolse of de verlengde schooldag en dat soort activiteiten. En ik denk dat sluit er wel aardig aan. De jeugd heeft de toekomst. En juist in een wijk met Presikhaaf, heel gemêleerd, grote groep allochtonen. Met een allochtone achtergrond, ik denk, die hebben dat steuntje ontzettend hard nodig. En daarmee, als je daar niks aan doet, dan hou je die scheiding binnen de stad. Een arme wijk als Presikhaaf West ten opzichte van een rijkere buurt, laat ik het zomaar even noemen. En ik denk dat het college en de raad heel erg goed moet afwegen of ze die scheiding, waar de afgelopen jaren hard aan gewerkt is, qua inkomen, qua opleidingsniveau, als ze dat weer om zeep hangen. Even om dat concreter te maken, want we praten over dingen waar we ons zorgen over maken en waar we hopen dat dat niet gebeurt. Hè. Dat is eigenlijk wat u ook zegt, van blijven investeren in die ruimte, blijven investeren in de jongeren ook. Blijven investeren in dat groen, zegt u ook in Elderveld. Als het gaat om bijvoorbeeld uw rol als opbouwwerker van Rijnstad, staat dat in de voorstellen zoals die nu door het college zijn gedaan, staat dat onder druk? Ja, dat staat best onder druk. Niet alleen de functie van opbouwwerken, maar er zijn in ieder geval in het kader van de Krachtwijk is een bewonersbudget in Presikhaaf. En dat gaat om een vrij fors bedrag. Hè. Komt van het ministerie, is doorgesluist via het college naar... Om hoeveel is dat? Nou ja, dat is ruim 9 ton in 4 jaar tijd. Het hele aardige is dat het wijkplatform in Presikhaaf besloten heeft om dat budget alleen te besteden op basis van ideeën die door bewoners zijn aangeleverd. Het hele verhaal van het college is toch gericht op participatie en deelname van bewoners. En zo'n bewonersbudget is een ontzettend mooi instrument en een middel om echt bewoners actief te krijgen en met ideeën te komen. En de afgelopen, dat budget is praktisch geworden de laatste 2,5 jaar. Nou, er zijn zo'n 130 aanvragen geweest van bewoners. En ja, dat gaat soms om hele kleine projectjes. Hè. Ik bedoel, Wat betekent het voor de wijk? Misschien kunt u dat met een project aangeven dat je zo'n door een bewoner aangedragen idee in zo'n wijk kan uitvoeren. Wat betekent dat voor de wijk? Want je kan ook, als je daar kritisch naar kijkt, zeggen, ja, leuke dingen voor de mensen, maar we moeten bezuinigen. Dus dat gaat even niet door, dat is dan jammer, dat straatfeest. Ik noem maar even wat. Maar wat betekent het voor de wijk? Nou, het is wel een directe relatie om mensen te activeren. En dat is denk ik de belangrijkste doelstelling, om bewoners mee te laten doen. En op het moment dat je niet dat kan waarderen, ook door de middelen beschikbaar te stellen, dan waarom zou je dan nog meedoen? Er moet een impuls zijn voor mensen om iets voor elkaar te kunnen krijgen. Oké, helder. Ik ga weer even, want er staan hier twee wijken die eigenlijk heel verschillend zijn naast elkaar. En een van de dingen die ik mij ook afvraag is, in hoeverre zijn wat je als gemeente moet doen en investeren om in Presikhaaf iets voor elkaar te krijgen, in hoeverre wijkt dat nou af van wat je moet doen om in Elderveld iets voor elkaar te krijgen?
hier wordt gezegd, het gaat erom, er zijn veel meer werklozen. Integratie is een belangrijker thema in Presikhaaf. Is het nou zo dat het verenigingsleven bijvoorbeeld in Elderveld eigenlijk zelf in staat is om problemen op te lossen? Hoeven veel minder mensen geactiveerd te worden, want er werken al veel minder mensen in, of er werken al veel meer mensen in Elderveld. Is het nou anders wat u aan de gemeente vraagt? Dat is eigenlijk misschien een ingewikkelde, maar toch een vraag. Het is wel ingewikkeld natuurlijk. Je kunt het niet zo gauw het onderscheid tussen de ene wijk en de andere wijk precies in cijfers aangeven. Er zijn natuurlijk veel bewoners actief als vrijwilliger. Maar ik denk dat er toch een zekere verjonging nodig is. Hè. Veel vrijwilligers die toch al wat ouder zijn. Je ziet heel weinig jonge vrijwilligers. Dat blijkt ook uit de statistiek. Hè. We hoorden het net ook even in het filmpje. De wijk vergrijst. Maakt dat verschil voor hoe die wijk is samengesteld en wat daar moet gebeuren? Nou, als er meer oudere bewoners zijn, dan zal daar natuurlijk ook meer werk en meer projecten op gericht moeten zijn. Dat is logisch. En ook dat zal veel vrijwilligers vragen. Maar het zou natuurlijk heel goed zijn voor een wijk en een goede impuls geven, ook voor de jongere bewoners, als er ook jongere vrijwilligers komen. Dat is heel belangrijk. Dat kan een heel ander beeld geven en mensen ook stimuleren. Maar toch nog bepaalde dingen van de grond te krijgen, is het zeker wenselijk dat er nog vrijwilligers bij komen. Ja. Oké, goed. Als u nou, hè, dat is misschien een hele gemene vraag, hè, maar als u nou kijkt naar een wijk als Elderveld, waar de zaken, je zou kunnen zeggen, nog redelijk voor elkaar zijn. Waar het prettig wonen is, waar de problemen nog niet zo groot zijn als ze in Presikhaaf zijn. Moet je dan als gemeente niet zeggen, die wat betere wijken die laten we nu even liggen en we focussen, als we minder geld hebben, op zo'n wijk als Presikhaaf? Ja. Dat is natuurlijk, kijk, echt de problemen die er zijn, daar moet je wat aan doen. En het maakt dan denk ik niet zoveel uit welke wijk het betreft. Ja, maar de problemen in uw wijk, laten we dat even vaststellen, die zijn groter. Er zijn meer werklozen, integratie is een grote vraagstuk, het onderhoud is, daar is meer mee aan de hand, om het zo maar even te zeggen. Dus zou je kunnen zeggen, investeer daar dan eerst in. Ja, dat wel ja, want natuurlijk heeft Elderveld ook zijn eigen probleem hoor. Ik wil niet zeggen dat in Elderveld alles perfect is. Er zullen ook wel dingen zijn. Maar als ik kijk naar activiteiten en ontwikkelingen bij ons in de wijk, als ik dat gewoon even met een bril op ga kijken van wat gebeurt er bij ons, dan zie je gewoon, doordat alles al in werking is gezet, zie je gewoon de boel heel erg opknappen. En dat is gewoon een positieve ontwikkeling. En daar moeten we vooral mee doorgaan. Oké, helder. Ik wil even, geeft u deze dames en heren even een applaus voor het schetsen van dat beeld. Gaat u rustig weer zitten. Want zo hebben we die twee wijken toch iets beter leren kennen en iets concreter gekregen waar de problemen in die wijken over gaan en waar mensen zich zorgen over maken. Ik zou even aan u als rest van Arnhem, zou ik bijna zeggen, willen vragen. Wat zijn nou dingen waarvan u zegt, gemeente, als het gaat om die wijken, als het gaat om mijn omgeving, om wat ik direct ervaar, houd dat in de gaten en blijf daar af. Wie?